daar groeit Antwerpen op trot. Door val dit te blijven, veel eken zou er geschrijven. We gaan op trot. Daar groeit Antwerpen op trot. Want ik zin van zo zot. Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag hebben we twee oude bekenden dat over de vloer komen en dat is Luc en Wienand. Ze komen vertellen over hun toekomstige plannen. Verder hebben we ook nog actueel nieuws. Op Trot tot 12 uur bij Radio Express. Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag hebben we een muzikaal duo te gast. We kennen ze al langer dan vandaag. Maar er is van alles gebeurd in de afgelopen 2 jaar, 1,5 jaar, 2 jaar. Dus tijd voor een klein beetje een update te doen. Goedemorgen, Luc en Wienand. Goedemorgen, Glenn. Goedemorgen, Glenn. Ja, Luc, we gaan maar met jou beginnen. Dan moet ik niet naar die andere lelijke smoel zien. Dan hebben we dat toch niet over dat muzikaal, hè? Een beetje toch wel. Allee, vooral dan. Luc, ja, veel mensen kennen dat nog wel even uit andere projecten. Zeg maar Antigone, Taalzot, Luc Barré. En dan de Wienand, die kennen we dan vooral met de accordeonist Paul van Duren, of met zijn soloproject later, of vroeger groep Wienand. Ja, vertel nog eens even het ontstaan, want het is lang geleden dat we dat gezien hebben. Vertel nog eens het ontstaan van Luc en Wienand. Ik denk dat jij daar een beetje de schuldige bij wordt, hè? Dat weet ik niet. Ja, dat was toch ergens met kerstmis of zoiets. En jij zocht nog een groep of zangers voor die kerstavond. Goh, waar was dat nou weer ergens? Pictures of Lily. Ja, voor die daar even mee vol te zingen. En dan zei hij, ja, waarom doe ik samen met de Wienand? En ja, in die eerste instantie had ik niet zoveel goesting. Maar dan kwam dat wel doen voor aan. Dat snap ik. Maar dan, na een paar keer te repeteren, dan dacht ik van, ja, we kunnen dat wel in orde brengen. En hij zei toen direct van, ja, die stemmen, die komen heel schoon overeen, toen nog. En nou, heel wat minder. En we hebben er over het algemeen heel positieve reacties op gekregen. Daarom ook dat we na dat die optreden, dat kerstoptreden zijn, blijven voortdoen. Dat gaan we gaan voetballen, hè? Gedoe, ga je dat gooien, maar. Dat weet ik niet, zo. Ja, intussen is er eigenlijk veel gebeurd, pakweg 2 jaar gezien, hè, Luc? Eerst was er een serieuze ziekte, ja. Toch wel? Ja, eerst nog die corona, ja. Dat ook. Kwam er ook nog eens tussen, dus alles veel zo'n beetje in dagen. We hadden dus die cd opgenomen en in mijn ogen vond ik dat een fantastische cd, die je veel meer had kunnen op zenders gedraaid worden. Maar met die corona is dat allemaal in dagen gevallen, dat is niet meer doorgegaan. We hebben zo nog wat plotseling nog wat benijden en zo, nog wat plotseling succes kunnen halen. Maar in feite viel dat stil. En dan kwam ja, plots die ziekte van mij. En ja, dat is een jaar van mijn leven dat ik kwijt was. Op dat moment is Wienand ook in Frenne van Ien gevallen. Die heeft een attackje gehad en die is blijven tikken. Die is er nou nog altijd niet goed van. Nog wat problemen thuis. En we zijn nou in feite stilletjes aan terug. Terug bezig. We zijn met een neef repertoire bezig. We zijn neef nummers aan het maken. Denk al, we kunnen ook nog een cd vol, denk ik. We hebben ook nog wat artiesten aangesproken die eventueel mee kunnen. Dat gaan we zo weten allemaal. Ik was aan het wachten tot dat gaat tieken. Dat gaan we zo weten allemaal doen. Maar eigenlijk zijn jij er toch redelijk goed doorgekomen. Hè? Als je dan ziet, pakweg een jaar geleden, dan zou je toch zeker niet verwachten dat je deze allemaal terug zou kunnen doen. Zelfs haar stem is al terug verbeterd. Ja, ze is een octaaf lieger na. Ik kan niet meer de tweede stem zingen van der Veur. Dat gaat dus niet. Dus al die lekens, zelfs die lekens die ik zuilen zong, dat gaat niet meer. De lekens die Wienand zingt, die kan ik in een basstem mee zingen. En voor de rest speel ik nou wat aan mondharmonica. Zo, hè. No. Maar ook heel moeilijk, ik heb ook geen spiksel niet meer. Dus ik moet veel drinken. Nou, al goed dat ik veel water drink en geen alcohol, want ik had er leven al uitgezingen. Waarschijnlijk. Sterren flikkeren aan het firmament. Een nachtelijk breesje maakt mij heel content. De blaren in de bomen wegen heel zacht.
droomt een schone droom vannacht. Slaap zacht en denkt vannacht aan mij. Flustert in mijn oor, heel dicht bij haar. En dan tussen de lakens, zo zacht. Droomt een schone droom vannacht. Sterren vervagen, maar onze liefde die blijft. Want ik mis haar knuffels dicht bij je in ons bed. Die geven me de sterkte en die geven mij ook de kracht. Droomt een schone droom vannacht. Zult de dromen tot de morgen stond, nog lieve woordjes ooit oude mond, die toveren dan een leven laag, droomt een schone droom van nacht. Ik licht de deuren naar een witte muur, want mijn verblijf hier, dat mag van kort een duur. Want morgen maak ik naar huis, als het mag. Dus droom dan op mijn schoenen en droom vannacht. Stars shining bright above you, night breezes seems to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. En we gaan even fire met Luc en Wienend. Wienend, we gaan even naar huis zien, terwijl dat de Luc serieus ziek was. Ik zal het woord maar niet uitspreken, zeker. De grote K. De grote K, voilà. Heb jij nog wel een paar dingen gedaan samen met de Werner, hè? Onze Werner. Ja, nog een paar optredetjes afgewerkt die daar al gepland waren, maar dat Luc niet in staat was. En dan heb ik de 2 januari... zelf een klopje gekregen, heb ik een klein herseninfarctje gehad. En dan was ik ook buiten strijd, hè. Dan lagen we alle twee plat. En dat heeft dan zo wat geduurd, ik denk... Ja, ergens juli, augustus, hè, in Zomergem. Golden heeft dan toch nog gespeeld. Een klein programmaatje van 3 kwartier, denk ik, met tweeën. Omdat wij dat alle tweeën niet zagen zitten van 2 keer 3 kwartier te spelen... Colbert ons uit de nood geholpen en hebben die de helft overgepakt. En de andere helft hebben wij dan gedaan. En op Zomergym zijn wij dan ook Paul Dollander tegengekomen. Dat was de 23 juli, als ik me niet vergis. Dat zou kunnen, dat weet ik niet meer. Ja, dat is aan het volgende dat we willen aanhalen. Dus dan is er een samenwerking ontsproten met Paul Dollander. Ja, een samenwerking en toch apart nog altijd... Dus de Paul doet zijn stuk en wij doen ons stuk. En dan op het westen doen wij 2 liedjes samen. Mm-hmm. Oké. Okay. En dat is dan het Antwerps Alternatief Collectief? Ja, zo hebben we dat genoemd. Nou, zo eens een keer te brainstormen. Dus de Paul doet 3 kwartier zijn nummers. Wij doen 3 kwartier ons nummers. En dat zijn allemaal ook nieuwe nummers. Op een paar na. Het zijn bekend allemaal neefnummers. Dus de oude nummers worden niet meer gespeeld? Of toch niet met deze? Met deze niet. Een paar.
Ik denk een stuk of twee draaien, denk ik. Is het dan een avondfilmprogramma of een namiddagfilmprogramma? Als je ziet de Pool draaikwartier, wij draaikwartier, ja, dan moet je dat wel avondvullend noemen. Hè. De stad is mijn stad, de stad is haar stad. Van in het noorden tot in het zuiden. Van onder blauwe steen tot ons schaarpoort of tot op keel. Bouwen van ons stad met hart en ziel. Ik wil vertellen over die storen van deze goede stad met zijn toren. Van op Sint-Aan wordt accent geboren. Kijk ik naar de stad van aan mij. De stad is mijn stad, de stad is haar stad. Van in het noorden tot in het zuiden. Van onder blauwe steen tot ons schaarpoort of tot het keel. Bouwen van ons stad met hart en ziel. Zou het niet schoon zijn als alle rassen hier in de stad aan mekaar passen? Het racistisch varkensje is dan gewassen hier in de stad van Aijmaar. Allemaal! De stad is mijn stad, de stad is haar stad. Van in het noorden tot in het zuiden. Van onder blauwe steen tot ons schaarpoort of tot op het keel. Bouwen van ons stad met hart en ziel. Ondaan der Vlamingen in deze klein opeland willen wij vertellen. En dat is aanbetaald. Leg de er bij neer. Er is maar één stad in dit land. Die stad is hier voor een man. Die stad is mijn stad. De stad is haar stad, van in het noorden tot in het zuiden. Van onder blauwe steen tot ons schaarpoort of tot op het keel. Bouwen van ons stad met hart en ziel. Wij kunnen uren ook stad bezingen, maar we hebben geleerd angst te bedwingen. Dat is niet zo simpel, met zo'n schoon dingen. Die stad is overal en man. Die stad is mijn stad, die stad is haar stad. Van in het noorden, tot in het zuiden. Van onder blauwe steen, tot ons schaarpoort of tot op het keel. Bouwen van ons stad met hart en ziel. Wij moeten nooit meer, wij moeten stoppen. Anders krijgen wij hier ze beet nog kloppen. Maar het is eigenlijk al naar de knoppen. Deze stad is hier voor allemaal, allemaal de laatste keer. Deze stad is mijn stad. De stad is haar stad, van in het noorden tot in het zuiden. Van onder blauwe steen, van ons schaarpoort of tot op het keel. Bouwen van ons stad met hart en ziel. Bouwen van ons stad met hart en ziel. We gaan even afhaar met Luc en Wienand. Ik zie Nanne de Luc. Ja, we zijn geswitcht. Ja, geswitcht. Dat is altijd hoor. Elk apart, wil dat dan zeggen dat de Pool zijn eigen Antwerpse nummers gaat doen? In Golle, al een nieuw repertoire dan? Ja, waarschijnlijk wel, hè. Zeker voorlopig. En misschien ooit in de toekomst, maar dat staat niet vast. En ik weet niet zeker dat dat wel gaat doen. Ja, Paul Heysijn manier van zingen en spelen, waar hebben die van ons?
Zoals we nou bezig zijn, apart en toch een beetje samen, ik denk dat dat de beste keuze en oplossing is voor naar buiten te komen. En de Polgo alleen spelen, denk ik? Of? Ik denk het, ja. Ja, want als we hem dan zien, wij, hij lap naar Gotha gaat, Caro niet met hem gaat. Ja, hij heeft met verschillende zangers ook al samen gezongen. Ik denk dat hij met alleen zou doen. Alleen. Het is ook voornamelijk akoestisch, denk ik, hè? Ja, we gaan, ja, dat is dus de switch ook die we gemaakt hebben. Ja, want we hebben een tijd aan het repeteren geweest, optredens gehad, CD met de Werner. Dat is natuurlijk tof, maar je zit altijd met een serieuze installatie. En na met Paul, in feite, Paul Dolander, was het de bedoeling van, we gaan het akoestisch maken. Dus wel een beetje versterkt met een micro en zo, maar dus niet meer elektrische gitaren en drums en dat erbij. Hè. Dus het zou zo even akoestisch zijn. Ja. Ben je nog speciaal een gitaar gekocht? Een akoestische met een klassieke. Dat is ook een ding. Dus nu hebben alle nummers op klassieke gespeeld. Ja, ook, hè? Klassiek. Ja, in alle. Ja, en dan, ik speel dan nog altijd met die 8 snaren, ukulele. Dat zijn ook plastieke snaren, alleen varkensnaren. Mm-hmm. En dan mondharmonica, ja. Ja. Dus je speelt toch nog een paar nummers dat je ukulele speelt? Ja. Ja. Vooral ook voor de achtergrond, hè. Voor muziek een beetje nog uit te breiden. Ook nog een nieuwtje is dat Linda van Dapscha's, hè, Linda Mallinger, accordeon gaan spelen bij jou, klopt dat? Ja. In feite kwam dat een beetje... We waren dus aan het zoeken voor die muziek, omdat mijn stem niet meer gaat. Ik kan die hoogtes niet meer aan. En wie had dat in een tijd samengespeeld met iemand, maar die zag het ook niet meer zitten. De Paul van Duren. Ja, Paul van Duren. En dan kwamen we in feite bij Linda uit. En dan hebben we wat contact gezocht. En dat heeft dan de Wenand een beetje meer contact gezocht. Allee, professioneel. Hè. Wat je zeggen. En die zag dat wel zitten. En ik denk dat we een keer of 4, 5 hebben gerepeteerd thuis. De Luide was er dan ook van op de hoogte. En die zei, oh, dat is tof. En weet maar iets te zeggen hoe dat gewoon. Eén, twee, drie, vier. Een dag leef ik zomer op straat, ik hoorde in de verte muziek. Het was ter hoogte van kwijt, niet waar, en de muziek kwam van hier en vandaar. Doch het kon ik sloren, het was echt wel curieus, verschouwt mijn eigen beeld. Duizend man in een paardenkop, ze zongen en brulden lak zot. Antwerpen zingt, daar moeten zijn, daar zingen zo het volle burst. Drie vrienden die gingen samen op zweer, ze zongen en hadden plezier. Antwerpen zingt, daar moeten zijn, kom op mannen, we vliegen erin. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, zo'n kik met jong staan te Fransien. Toen wil te shaken, met een pint in mijn hand. Er was sfeer, het was echt plezant. Tot dan zat er wat purper weer en spuilde in mijn beker beer. Mariet van den Bakker, die stond achter mij, die kwelde een klagelijke zang. Totdat er gebied in beweging kwam en landde in de prooik van een chan. Antwerpen zingt, daar moeten zijn, daar zingen zo het volle burst. Drie vrienden die gingen samen op zweer, ze zongen en hadden plezier. Antwerpen zingt, daar moeten zijn, kom op mannen, we vliegen erin. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, zo'n kik met jong staan te Fransien. Men is met Hollanders voluit en plezier. Hun Antwerps klonk echt heel slecht. Maar hoe later dat weer
en na 10 vaten bier sprak ze platter als Robbe de Heert. Antwerpen zingt, daar moeten zijn, daar zingen zo het volle burst. Daar ringde die gingen samen op zweet, ze zongen en hadden plezier. Antwerpen zingt, daar moeten zijn, kom op mannen, we vliegen erin. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, zo'n kik met jouw staat de Frans in. Goedemorgen en welkom nog steeds bij Op Trot voor Radio Express. We gaan vieren met Luc en Wienend. Wienend, dan zie ik naar aan. Lode de Kuster, die zou ook met mijn koeren waaien een paar nummers meedoen met jullie. Ja, die heeft op een bepaald moment contact opgenomen met de Luc. Want die had eigenlijk in juni in Brouwerij Safe zo een beetje zijn afscheid gevierd. Zo. Afscheid is veel gezegd. Ja, maar dat was toch zo wat aangekondigd. Een cd'tje dat hem nog wou uitbrengen. En die had dan contact gezocht met de Luc, dat hem toch nog geren met ons wat zou willen spelen. En zo is het dan gekomen dat Lode met ons twee nummertjes gaat meedoen tijdens dit projectje, dit kleinkunstprojectje. En nummers van zijn eigen of nummers van Nolan? Of? We gaan twee liedjes gaan meedoen, dat is De Stille Stegen, de versie van Streets of London in het Antwerps. Uh-huh. En Hoppa Vierwa, dat zijn de twee nummertjes dat de Lode gaat nummers meedoen. Nummers van hem dus? Ja. Nummertjes van hem, ja. Ja, en gaat hij dan ook gitaar spelen? Of? Nee, hij gaat alleen mee zingen. Alleen zingen, ja. Moeten we toch aangeven dat hij bekend 88 is, hè? In mei wordt hem 88. Ja, maar het bloed kruipt niet waar het gaat, of zeggen ze dat? Zo wie het in de naart, zo wie het in de naart. Maar als je die hoort, die neemt altijd een stem gelijk een klok, hè? Ja, zijn stem, dat is... Dat kan hem, hè? Zingen, dat... En ik ben heel content dat hij dat met ons wil doen ook. Want hij zeker, had eigenlijk al gegeven zo van, ja, te stoppen. En daarna zelf eigenlijk komen vragen van, ik wil dat nog wel doen. Ik vond dat wel heel plezant. Ik denk niet dat hij dat echt gaat kunnen laten, zoiets. Zolang hij het kan, dan... Zolang hij het kan doen, ja. Gaat hij dat blijven doen. Dat denk ik ook wel. Ja. Zijn er eigenlijk nog plannen voor nog een nieuwe cd te maken? Ja, want dat is na geleden van die live cd... Maar echt, een goede opgenomen cd, dat is nog niet verschenen van ons. Nee, we hadden een beetje gespaard in feite van een tweede cd. Maar dus nadat het allemaal naar de knoppen is gegaan, is het allemaal uitgesteld. En in feite hebben we nog niks, nog geen punt of geen datum vastgelegd. Omdat, ja, je moet toch eerst zien of dat de muziek terug geapprecieerd wordt door het publiek. En als je ziet dat publiek dat tof vindt, dan kunnen ze zeggen, oké, ik ga een cd maken. Dus we zijn na begonnen en we zullen zingen die eerste 3-4 optredens die er in het kort aankomen. Ja, dan gaan we ze bieden, even over uitweiden. Dan zullen we op afwachten hoe dat maar publiek dat reactie reageert. Is. Ja. In dat project natuurlijk. Ja. Ja. De liedjes zijn er in ieder geval, hè, na met deze projectje, want het zijn buiten een paar nummers allemaal nieuw dingen dat we brengen. Dus de liedjes zijn er voor het te doen. Ja, dan gaan we zien hoe ver dat we geraken met eventueel terug iets live te doen. Of ja, dat moeten we zien. En buiten dus deze, de AAC, is er ook een mogelijkheid om terug een volwaardig programma te maken alleen? Ik weet dat niet met ons gezondheidstoestanden. Ik denk dat een avondvullend programma dat... Alleen wil ik zeggen, hè? Dus 2 keer 3 kwartier gewoon alleen. Ik vrees dat er niet meer gaat inzitten, denk ik. Ik denk dat we altijd een combinatie gaan moeten zoeken. Ja, of ergens op een festivalletje of... Ja, inderdaad. Zoiets, ja. Alhoewel, we kennen genoeg vrienden, artiesten, de tweede en half time willen volmaken, zo, of volzingen. Waarschijnlijk wel. Dus dat gaat geen probleem dat zijn. Gewoon, zeker geen probleem. Zeg, ga verdwijnen, nee, nooit niet meer verschijnen. Ge
worden gaat. En die is toch weg. Waar zijn ze gebleven? Het is overdreven. En we kijken na zoveel pech. Dus ik dans, ik alleen na. Dans ik alleen na. Heer, alleen in gedachten mij aan. Mijn gedachten zijn vervuld, vervuld van liefde. Een liefde die dat ik veel verraad. Waar zijn gebleven? Ik wil aan mijn liefde geven. Echte liefde, die vinden niet zo gaaf. Dus ik dans, ik alleen na. Dans, ik alleen na. Heer, alleen in gedachten mij aan. Wat wij ooit samen deden, hoe wij ooit samen vrijen, dat is iets, dat vergeet ik nooit. Ik wou ik streven om mij aan te leven. Anders ging ik dood. Ik zou ik darven om vooral te starven. Oh God, ik ben gekloond. Dus ik dans ik alleen na. Dans ik alleen na. Heer, alleen in gedachten mij aan. De straten zijn verlaten. Kom met wat maten, eet drinken in een stom café. Voor overal waar dat kom, waar dat ik ook kom, vraagt iedereen hoe God er mij. Tja, ik dans ik alleen na, dans ik alleen na. Heer, alleen in gedachten mij aan. De hand van de gebeuren, die krijgt zijn keuren. Dat biertje, dat werd nergens van. Iedereen hier in straat vraagt hoe dat het gaat. Och, ik trek ik toch maar een plan. Maar ik dans ik alleen na, dans ik alleen na. Heer, alleen in gedachten mij aan. Maar ik moet ik bekennen, het zal nooit niet winnen. Ik werk ik dan nooit gewoon. Ik kan enkel morgen gissen hoe waard dat ik gewoon missen. Geworden ga toch zo schoon. Dus ik dans ik alleen na. Dans ik alleen na, heer, alleen in gedachten mij aan. Ik blijf ik thuis, alleen voor de boys. Ons kat leidt raar op mijn schoot. Op tv niks te beleven, is deze het leven. Ik probeer het, ik ga me groot. Waar alle dagen zit ik maar af te vragen, waarom ging de ga? En we gaan nog even fire met Luc en Wienand. Er zijn ondertussen al een drietal optredens waar dat de locatie en de datum van bekend is. Misschien even een overzicht geven, Luc. Dan zie ik naar aan. Ja, dus ik heb mijn agenda in gsm-formaat bij. Ja. We beginnen de 18 februari in een Jingle Jungle. Dat is op het Zuid. Ik weet niet of dat je op het Zuid? Op Thailandje? Of Thailandje? Ja, is dat niet zo wat? Nee, Thailandje. Ik correctie voor mij, Thailandje. Ja, Bordeauxstraat. En dan hebben we de
De kick. Aan het uitdraaien, hè, naar de kick. Hè. 31 maart, kick, denk ik. 31 maart. En dat is dan dat optreden van het AAC met Paul Dollander. Maar dingen ook zeker in Jingle Jangle, dat is ook al. Ja, dat is ook al, hè. Ja, Maar dan kick is ja, dan... Jingle Jangle is meer in een café, erachter, in een klein zaaltje zo. Uh-huh. En terwijl dat kick eigenlijk een klein concertzaal is, in feite. Ja. En dat is dan klein kunst van, ik denk met de Spetters, de Guido's en de groep. Ja, met de Guido's en de groep. Die een, die zit er nog bij dan. Ja, ja, dus drie groepen gaan daar optreden. Uh-huh. Dat is wel mee inkom, dacht ik. Dat is dan best via de kick. Kik.jouw web of zoiets. In een website daar, voor die tickets te bestellen. Terwijl dat Jingle Jangle gratis is. Dat is een gratis optreden. Ja. En dan hebben we nog de Beulenbak ook nog. En dan heb je de Beulenbak, dat is de 20 april, dacht ik. 20 april, ja. Dat is ook s'avonds om 8:30. En ja, dat is in feite de Wenant die je daar meer van op de hoogte is van de stadsgebeuren optredens. Maar dat is dan s'avonds, denk ik. Dat is s'avonds om 8:30 zou dat zijn. Dus die andere twee optredens zijn in de namiddag. In de namiddag, ja. En dan de andere is s'avonds van de Beulenbak. Ja, ja. Ja. En voor de rest zijn er nog specifieke plannen dat je met Luc en Wenant wilt doen? Goh, nee, stilletjes aan, terug beginnen. En eerst zingen dat we die optredens fysiek aankunnen, want dat gaat toch wel een punt zijn, Glenn. Ja, want gelijk als muziekinstallatie, wie gaat daar dan voor zorgen? We hebben zo een kleine installatie die we hebben. Jingle Jangle en Kik, die hebben dus hun eigen installatie. Hun eigen... En ik weet niet, Beulenbak. Die hebben wel iets van dat versterking. Dat iets hebben, maar ik heb ook zo'n een bos en zo'n kleine Roland. En, dus dat komt allemaal wel in orde. Ja, en als we met die accordeonisten, die dan ook een eigen installatie maken, een versterker. En de Wenant, ja, die moet me wat harder kwelen. Die moet ze een plan wat trekken. Ja, ik heb een mengpaneel, dat kan ik aansluiten op die bos. Dus dan kunnen we daar wel mee jongleren. Dat is goed. Dan zijn we eigenlijk in verwachting van amai, de volgende tof, cd. Amai, dat is 9 deuren, Glenn. Zeg. Hey. Wat er nog 9 minuten deuren, de cd? Nee, dat zie je dat geen verwachting zijn. Dat begin je stelkens aan te zien. Dat zie je die snurren wagen. Als een cowboy weer zijn huis komt ingerijden, na een zware dag taak tussen al zijn vee, dan ontspant hem zijn eigen aspect tevreden, want zijn vrouw serveert patatekes puree. Yippie-i-o, yippie-i-o, yippie-i-e, yippie-i-e. Een echte cowboy wilt patatekes puree. Als een cowboy ooit geput van al dat vechten, zich verkneukelt in een rakelijk diner, dan verlangt hem niet naar oosterse gerechten. Hij wil dan alleen patatekes puree. Yippie-i-o, yippie-i-o, yippie-i-ee, yippie-i-ee. Een echte cowboy wil patatekes puree. Als een cowboy wordt veroordeeld en moet hangen, en hij deelt zijn laatste wilsbeschikking mee, wel gerooid nooit wat dat hem zal verlangen, want dat is gewoon patatekes puree. Yippie-i-o, yippie-i-o, yippie-i-e, yippie-i-e. Een echte cowboy wil patatekes puree. Kom op, Luc, geef hem buzzer. Yippie-i-o, yippie-i-o, yippie-i-e, yippie-i-e. Een echte cowboy wil patatekes puree. Yippie-i-o, yippie-i-o, yippie-i-e, yippie-i-e.
een echte cowboy wilt patatekes puree. Komende dinsdag 6 februari vanaf 8 uur is er een live optreden opname, de Durango Sessions. En dat gaat er in Paul Beringen in de Deurnestraat nummer 5. En dat is van de formidastische Antwerpse groep Was Dat. En ook nog een optreden van Wendy Honestly en de Nostalgic Jukebox. Dat is in het Engelstalig. Was Dat is natuurlijk in het Antwerps. En dat is eigenlijk een live set met een interview op Radio Benelux. Dus even reclame maken voor de concurrentie. Als je dus alles wilt te weten komen en dat je Was Dat wilt horen in de huidige live bezetting, moet je zeker lusteren. Dat kun je volgen via Facebook, via de Durango Sessions, of gewoon afstemmen op radiobenelux.be. Achteraf zullen wij er ook wel een klein beetje een verslagje van maken. Was Dat in de Durango Sessions, Deurnestraat 3 in Paul Beringen. Kom en wies de kans beter. Ik was een bon vivant. Ik had een grote keu. Was altijd de nieuwste. Het pipje van de nieuwste. Ik was ook wel de knapste. En eerst dan ook de rapste. Hondje, de vuiste. Als je begrip wat ik bedoel, los zitten, het pakt me stil. Als u vast dan u vertellen, en luistert ge, wat kom vertellen. Ik zie gebouwen in een land van frieten en beef. In een stand hoor ik haar denk plezier. In 10 jaar van kop tot tien, mijn hart liet over. Gebouwen in een land van frieten en beet. In een stad vol decadent plezier. Een senior van kop tot tien. Mijn hart liet om de molen steen. Kom en wies de kans beter. Ik was een bon vivant. Ik had een grote keu. Was altijd de nieuwste. Het vipje van de meeste. Ik was ook wel de knapste. En meestal ook de rapste. Hondje, de vuiste. Kon hartje groeit de smul. Als je begrijpt wat ik bedoel, los zitten, ik pak ne stoel. Houd vast om u vertellen. En luistert ge, wat kom vertellen. Ik zing gebouwen in een land van frieten en beep. In een stad vol decadent plezier. Een sieur van kop tot tien. Mijn hart liet om een blauwe stier. Tegenbouwen in een land van frieten en beet. In een stad vol decadent plezier. De sieur van kop tot tien. Mijn hart liet om een blauwe stier. Een blauwe stier. Een blauwe stier.
Afgelopen week is er heel wat gebeurd rond de boeren. De boeren zijn kwaad omdat ze heel veel regeltjes van Hoge Rand worden opgelegd, onder meer het stikstofakkoord. En het wordt voor die mannen stilaan ondraaglijk en de toekomst wordt heel onzeker daardoor. Natuurlijk hebben wij voor ons eten ook boeren nodig, want anders wordt alles ingevoerd van het buitenland en wordt alles veel en duurder, uiteraard. Dat is ook Werner van Rillard niet ontgaan en de Werner die net er een tekst over gemaakt met een melodieke en het daar op Facebook gezwierd en dat is een heel hype geweest, want dat is al duizenden keren bekeken. Het is zelfs zo dat het zo succes was dat je het hem in zijn home studio had opgenomen, dat er een YouTube filmpje is over verschenen en dat hem ook werd gehoord op Radio 2 bijvoorbeeld. Zonder de boeren geen frit en we gaan eens luisteren naar die protestsong van Werner van Rillard. Wie zorgt voor ons heiden, ons dagelijks brood? Het is niet jijzelf die dat doet, ook niet de politiekers in het parlement. Het is de boer al op zijn veld. Wie werkt van smergens tot z'avonds laat, in het warm en in het koud? Niet de CEO's van de supermarkten, het zijn de boeren die hard werken. Alle dagen voor een heel klein prij, nooit een dag is op congé. Ze werken voor ons met hart en ziel, respect voor de mensen van de boerensteel. Investeren, dat is niet fijn, als je nooit kunt zeker zijn. Als je toekomst niet is gegarandeerd, dan zijn er morgen niks meer weer. Met regeltjes en idiote wetten, je mocht er mensen die er niks van kennen. Vanuit die voor het oude spelen zijn vergot, en een boerensteel, je moet kapot. Allemaal de rieren van het grote geld, waarvoor een kleine man niet helpt. Slachtoffers van de Green Deal, dat zijn de mensen van de boerensteel. Dus kom naar buiten en laat u horen, wat wij zijn afhankelijk van de boeren. Sluit u aan bij het verzet, want zonder boeren en zo is het ook. Nog wat nieuws, vers van de pers. Dat is de Plastic Bags. Blijkbaar is dat een punkgroep, als ik me niet vergis, uit de jaren 80. En dat is toch wel met gekende muzikanten. Om een aantal namen te noemen. Jean Bervoets, Carol Eriksson, Bo Spank en het blijkt een comeback te zijn van die gasten, want er is in de jaren 80 een punkgroep geweest. Ze hebben zelfs een paar singeltjes uitgebracht, op vinyl onder andere. In 97 bleek er ook nog een cd te zijn uitgekomen. En dan is er nog deze jaar een limited edition LP dat er gaat aankomen, een dubbel LP van de Plastic Bags. En je kunt via www.plastic.bags.be bestellen. En die kost €39. En er is nog nieuws van die groep. Want ze doen een releaseconcert op 26 maart in Antwerpen. En dat gaat er in de studio. Tickets zouden ook kunnen bestellen op die website. Maar ze zijn ondertussen al uitverkocht, blijkbaar. We gaan eens luisteren naar een plastieke zak van de Plastic Bags. Shatter.
Elke week gaan we terug naar de goeie oude tijd van vroeger met een liedje uit de oudoes. Deze keer gaan we nog eens naar de LP Klank Jorum. En dat is van een groep dat ontstaan is op het Sint-Tanneke, linkeroever. Dan hebben we het over Damateurs. Het is lang geleden dat we ze nog hebben gezien of gehoord, sinds de corona-perikelen. Ik heb wel gezien dat ze nog hebben opgetreden, ik denk vorig jaar. Maar voor de rest is het redelijk stilletjes er rond. Dus we zullen eigenlijk nog eens moeten contact opnemen met een idee hoe dat het zit met de optredens en vooral met de groep natuurlijk. We gaan nog eens luisteren naar iets dat er binnenkort wel zal gaan aankomen, ergens in mei denk ik. De Commune. Deze zijn Damateurs. Ik ben juist zij verjaard door mijn commune vandaag. En dat wordt een grote feest. Eten en drinken om ter meest. We hebben een zotje afgeheugd. Het is zo chic en teug. Er is caviar en krab. Eet dat ik niet heren mag. Hele familie zal er zijn. Tante wist die pieke tuin. En onkel aan me dek. Die geen vijf woorden zei. César in de lelijke spin. Ik al hier een feestje zing. En onkel vrij met zijn balzaal. Hij doet alles commentaar. Van onkel Drijk krijg ik een cd. Van onkel Luc mijn tv. En van onkel Leo krijg ik een video cadeau. Tante wist die een boene stok. Die is zo lelijk als een brok. Ik stel altijd de show en geef een duurste cadeau. Want al verlies het niet te doen, niemand houdt er zijn fatsoen. Ieder pakt en drinkt maar op. En voor mij is er geen soep. Zit door onkel Desiree. Die is zo zat als een pijn. En tante Césarine zit weer goed onder de jean. Ik dat hier allemaal hoor, denk ik om meneer pastoor. Die is hij met een lach. Vandaag is dat een dag. Al die onkels en die tantes zijn toch vier ambetantes. 50 zat er bijeen. En in de kerk was ik alleen. Ik denk om mijn kameraad. En loop stilletjes nog straat.
ik kan nu zeer maaier op. Mijn kostuum is al kapot. In is een klinkdeur, een stem. Helga, mocht dat je binnen zijn? Sven! En ik loop terug naar het feest. En er zingen ze om ter meest. In het najaar van vorig jaar hebben we de Chris Vlasserets, alias Chris Fijn, te gast gehad in onze studio. De Chris kende misschien nog wel van Antigone of van Tautzot. Hij heeft bij ergens november, december een cursus gevolgd bij Nigel Williams voor stand-up comedy. Hij heeft er ook ondertussen een paar keer mee opgetreden in grotere concertzalen. En blijkbaar is hem dat toch wel heel goed bevallen, want hij is naastig ontschrijven. En tegenwoordig doet hij dan ook zijn ding bij de Don Vitalski's Dolle Dinsdagclub in Baarchem in de Paroza. Dus als je hem daar eens wil bezig horen met zijn schrijfsels, moet hij er zeker naartoe gaan. Hij doet nog altijd muzikale plannen voor iets te doen met zijn muziek. Maar volgens hem moet het ook een klein beetje plezant zijn. Dat is een beetje de insteek. We gaan eens luisteren naar Soldekes, een nummer dat hem hier toen vorig jaar heeft opgenomen. Solo en helemaal alleen met zijn gitaar. Het zijn soldekes, in ieder klier het tinkt. Halve prijs, twee voor één, overal per cent. 15.000 vrouwen, ja, die stonden al vichtes kleer. Ze stonden hier al mee, allemaal, te dansen op de mei. Alles moet weg, alles moet weg, het ligt hier allemaal in de weg. Koop me vrouwen, maar luister niet. Norwaker zeg. Ze gooien in de bakken en sleuren om ter meest. Voor elke 10% stond ze te vechten als een beest. De mannen moeten mee maar lopen braafjes in de pas. Ze moeten buiten wachten met een hond en een crème gelaat. Alles moet weg, alles moet weg, het ligt hier allemaal in de weg. Koop me vrouwen, maar luister dus. Naar wakker zijn. En je moet ook eens proberen om iets te vinden in haar maat. Ik kan me garanderen, ja, dan kom je veel te laat. Die trooi is veel te lang, die broek dat is geen goeie. Pak maar mee, het kan geen kwaad, we kopen alles op de groei. Alles moet weg, het ligt er allemaal in de weg. Koop me vrouwen, maar luister dus. Naar wakker zeg. Met pakjes en met zakjes, ja, winkel in en winkel uit. Dat ze juist gekocht hebben, interesseert u echt geen fluit. Op het einde van de dag, hier is daarloos buit. Amai, wat een rommel, ja, dat ziet er echt niet uit. Alles moet weg, het ligt hier allemaal in de weg. Koop me vrouwen, waar lust er is. Naar wakker zeg. Ik zeg, er is toch niks om te doen.
achter het toonhuis, verschuilen in het groen. Stom en klinkste oizeke, een vergeten luid van toen. Heel netjes weggedoken, stond een witte pot. Met een oude bril en een sjaarsbak bovenop. Je kunt er krokgezuchten, ja alles laten vliegen. Hoe busjes vullen glaaien, je kunt ze zachtjes wegen. Alles tot wat open, niksjes tot er ver. Heel wat anders dan die gesloten deur. Een tapijt van eikenbloren, maste toppen op de grond. De geur van gras en dennenhout verdrinkt die van de stront. Is dat geen zonnigheid hier in de nacht? Tussen de strooien, de bomen, het stof. De biertjes die zingen, het zit hier voor de vol. Je spiekt de noordiarij, simpel voor de lol. Vogeltjes die kwetteren, de bosdorven die tetteren. De pozen van de beuren liggen onder de oog te gleuren. Ik ben leeg, het is zo ver, ik heb al gedaan. Het komt op een minuutje, echt niet op aan. Een bus zit op een taxke, ik genoot echt van mijn kaksje. Het water spat te moe, ben nat tot om mijn zakske. Ik ben al voldaan, daar komt het toch op aan. Verdoemd, wat heb ik spijt, dat het na al is gedaan. Ik zeg het alle mensen, als je dat nooit hebt gedaan. Heide van kakken op de boten, de woorden niet verstaan. Is dat geen zaligheid hier in de nacht? Tussen de struiken, de bomen, het stof. De biertjes die zingen, zit hier voor de vol. Hier smikt de noordiarij, simpel voor de lol. Dag geen zonnigheid hier in de nacht. Tussen de strooien, de bomen, het stof. De biertjes die zingen, zit hier voor de vol. Hier smikt de noordiarij, simpel voor de lol. Is dat geen zonnigheid hier in de nacht. Tussen de strooien, de bomen, het stof. De biertjes die zingen, zit hier voor de vol. De Noord-Dierij, simpel voor de lol. Oh, Francine! De Jew breekt de Zo, beste mensen, dat was Op Trot voor deze week. Volgende week zijn we terug. En dan is het mogelijk dat we iets gaan doen rond Valentijn. Dat zullen we volgende week zien. Zo dadelijk na de 12 is er Ronald Mijvis. Tot de volgende week. Ik zing voor oude leken met een kleinere vrouw. Het is een melodieke, lekker wel handig zijn. Het zal haar niet vervelen, nee, ik ga haar niet om de tijd. Ik wou een erke spelen en het sprong in een soort mijn gitaar. Ik heb het te lang verzwijgen, maar na alles gedood mijn man. Ik heb het ook morgen krijgen. En nou geef ik het dan aan.
met een klein refrein. Er is een melodieke die lekker wel hangt het zijn. Ik kan het niet vergeten, het loopt mij altijd achterna. Ik had het kunnen weten, blijf bij mij waar ik kon staan. Ik kan het niet verdwingen, het waait niet meer van mijn zaai. Het zit mij aan te zingen, kom zing het dan maar met mij. Na 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 na